Goeiedag, beste kijker. Zal na de volgende verkiezingen de Senaat niet meer bestaan? Verdwijnt de politieke instelling? Er werd door de meeste Vlaamse partijen al vaak gepleit voor de afschaffing van wat ooit de Hoge Vergadering werd genoemd. En nu wil de Senaatsvoorzitter zelf er werk van maken. Vlaams parlement zit voor Open VLD en Senaatsvoorzitter Stefanie Doze die wil de tijd tot de volgende verkiezingen gebruiken om de Senaat op te heffen. Welkom bij het gesprek. Senaatsvoorzitter Stefanie Doze, welkom in de studio. Dank u wel. Mevrouw Doze, u bent nu goed een jaar bezig als voorzitter van de Senaat. Bij de start van dat mandaat hadden we hier ook een gesprek in het Vlaams parlement. En over de afschaffing zei u toen, we gaan daarover nadenken, misschien gaan we het afschaffen. Mm-hmm. Een jaar verder heeft u een en ander bijgeleerd en nu zegt u, ja, het kan afgevoerd worden. Waarom? Mm-hmm. Ja, u zegt het goed. Toen dat ik gestart ben als senaatsvoorzitter, ben ik niet beginnen meehuilen met de wolven in het bos die toen al langer zeiden van ja, het Senaat moet afgeschaft worden, maar ik wou toch eigenlijk de Senaat bekijken op zijn merites en daarvoor mijn tijd nemen en een evaluatie maken van het werk dat vandaag gebeurt in de Senaat. En na dikke jaar moet ik concluderen dat de beslissingen die genomen zijn in de hervorming van de Senaat in 2014, is er toen een staatshervorming geweest, het zogenaamde Vlinderakkoord toen. En uit dat Vlinderakkoord zijn een aantal bevoegdheden gevloeid die de Senaat vandaag nog kan uitoefenen. En ik moet vaststellen dat die bevoegdheden niet meer voldoende zijn om een aparte politieke instelling van 40 miljoen euro per jaar te bekostigen, dat nu eigenlijk dat nog verantwoordt. Dus ik wil samen, dit is eigenlijk een uitgestoken hand, en ik wil samen met andere politieke partijen bekijken van welke taken voeren we vandaag nog uit, welke taken kunnen overgenomen worden door een ander parlement, bijvoorbeeld de Kamer dan. En ik wil bekijken of dat er misschien in ons democratisch bestel nog een democratisch deficit bestaat waarvoor het gebouw kan dienen. Ik denk bijvoorbeeld, er zijn een aantal partijen die een burgerparlement voorstellen of een democratische controle op het overlegcomité. Dus laat ons zo stellen dat de debatten geopend zijn. Ja, we gaan het dadelijk nog hebben over wat die Senaat momenteel doet en hoe dat anders kan ingevuld worden, of althans dat democratisch deficit. Maar eerst, ja, ik zei het al in de inleiding, heel wat Vlaamse, de meeste Vlaamse partijen pleiten al lang voor de afschaffing. Ja. Hoe waren de reacties van de collega's, ook aan beide kanten van de taalgrens? Wel, alvorens dat we die communicatie gedaan hebben, heeft mijn partijvoorzitter natuurlijk ook wel een keer een beetje geluisterd bij de andere partijvoorzitters, hoe zij hierop gaan staan. Want ik ben uiteraard senaatsvoorzitter, ik ben liberaal, maar als senaatsvoorzitter moet ik ook voor een stuk een neutrale rol hebben en moet ik ook de visie van de verschillende partijen vertolken. En de meeste politieke partijen, laat ons toch zeker zeggen, aan Vlaamstalige kant zijn van mening dat de Senaat moet afgeschaft worden. We willen wel nadenken, inderdaad, of dat er nog mogelijke alternatieven zijn. Aan Franstalige kant leeft het debat wel wat minder. Dat moeten we wel zeggen. De inrichting van een efficiënte staat, een staatshervorming, dat is iets wat aan Vlaams heel fel leeft. Maar ook bijvoorbeeld bij journalistiek Wallonië leeft dat wat minder. Wat dat niet betekent dat men de facto tegen de hele hervorming is. Maar goed, we zullen daar nog wat gesprekken voor nodig hebben. Ja, een argument om die Senaat af te schaffen is alleen al later budgetair. Er zou ermee een budget van 40 miljoen euro per jaar bespaard worden. Je kan wel zeggen, de helft van dat budget ongeveer gaat naar statutaire ambtenaren die hier werken. 160 zijn statutair vast benoemd. Die mensen verdwijnen niet, die zullen elders aan de slag moeten. In die zin relativeert het wel de financiële winst van zo'n hervorming. Hè? Uiteraard, het is dubbel. Hè? Het is niet alleen een financiële winst, maar het is ook de inrichting van onze staat die veel efficiënter moet. Ik ben van mening dat we al voldoende politici en voldoende parlementen hebben in dit land. Als we dan een parlement zien waarvoor de bevoegdheden dermate beperkt zijn, dan denk ik wel dat we op de eerste rij moeten staan om dat af te schaffen. Zelfs al zou dat maar een besparing zijn, en ik zeg maar van 20 miljoen. 20 miljoen is in mijn ogen nog steeds veel geld. Maar ik vind het moeilijk om daar bedragen op te plakken. En ik wil dat eigenlijk niet doen. Het is de bedoeling om dan met de kam door die begroting te gaan wanneer dat we een politiek akkoord hebben. Tweede, de ambtenaren. Ja, dat is voor mij niet zo een groep volk daar, een bende statutaire schapen. Voor mij zijn dat één voor één zeer capabele mensen die natuurlijk ook zelf een toekomst willen waar ze een nuttige invulling kunnen geven aan hun job.
Dus ik ga nu samen met de Kamer bekijken waar dat de ambtenaren van de Senaat kunnen ingeschakeld worden. Ik heb daar nu al de opdracht voor gegeven aan de juridische dienst om een volledige fusie van onze diensten te kunnen bekijken. Maar ik denk niet alleen aan de Kamer, ik denk ook al de andere instellingen die aan de Kamer verbonden zijn, aan het Grondwettelijk Hof, Rekenhof en dergelijke meer. Ik denk dat men daar staat te smeken om goed personeel en dat is het senaatspersoneel heel zeker. Ja, dat over de mensen die de Senaat doen functioneren, dan over het gebouw zelf. Ja, wie zich daar iets bij wil inbeelden, dat zal niet verdwijnen, dat is echt erfgoed. Het is gebouwd in 1779, Oostenrijkse stijl, prachtig gebouw. Sommigen zeggen, ja, het heeft eigenlijk meer grandeur dan die andere parlementen, het rode plusje. Ja. Wat kan de bestemming zijn van zo'n plek? Ja, u zegt het goed. Ik heb in heel de hervorming twee bezorgdheden. Dus één het personeel en twee het gebouw. Voor mij is dit, u weet dat ik een grote cultuurminnaar ben, voor mij is dit echt de geschiedenis van ons rijke België. En ook in het verleden heeft de Senaat altijd geïnvesteerd in kunst. Niet alleen in dit huis, in het Vlaams parlement is geïnvesteerd in kunstenaars, maar ook in de Senaat. Je kan er bijvoorbeeld een jonge Ensor gaan bewonderen van toen dat hij 22 jaar was. Er is daar altijd volop in geïnvesteerd. Er is ook altijd volop geïnvesteerd in het gebouw. Vandaar zie je ook dat de Senaat eigenlijk veel beter onderhouden is dan de Kamer, alhoewel dat we in hetzelfde gebouw zitten. Maar dat is natuurlijk historisch. Hè? Vroeger in de Senaat zetelden de adelen, dus de dames en heren, vooral de heren dan spijtig genoeg, van stand. Hè? Ja. Waardoor dat je moest dan ook wel belastingen betalen om in de Senaat te kunnen zetelen. Allee, een heel rijke geschiedenis. We gaan uiteraard niet met de voorhamer in dat gebouw. Want wat ik nu al, sinds dat ik een jaar voorzitter ben, heel fel bepleit, is dat dat gebouw veel meer gebruikt wordt voor studiedagen, voor colloquia. Wij hebben ook volop geïnvesteerd in toch wel een oud gebouw, uiteraard, maar in nieuwe technieken, opdat we vlot groepen kunnen ontvangen. En ik wil dat dat ook blijft gebeuren. Ik wil dat gebouw ook veel meer openzetten voor alle Belgen, zodat men eigenlijk ook wel de grandeur en de schoonheid van dit gebouw kan bewonderen. En natuurlijk, zoals ik al zei, er zijn een aantal politieke partijen die het gebouw ook nog voor een politieke invulling willen gebruiken. Je hebt daarvoor geen aparte politici of een aparte instelling of instituut niet nodig, maar je kan het gebouw wel gebruiken voor interministeriële conferenties en zo meer. Ja, maar dus ook ruimer. Hè. Een piste zou kunnen zijn, maar dat wordt nu allemaal uitgedacht van we gaan daar meer een open huis van maken waar de samenleving, waar Belgen kunnen samenkomen. Absoluut. Absoluut, want dat is eigenlijk wat het gebouw ook vandaag nog betekent. De Senaat wordt gevormd door 50 senatoren die komen uit de verschillende deelparlementen. Ik zit in de Senaat als een lid van dit Vlaams parlement en zo heb ik nog 50 collega's en dan 10 gecoopteerden. Dus wij vertegenwoordigen sowieso in het gebouw de verschillende regio's van alle kanten van ons land. Ja, nog over die afschaffing. Deze week schreef Giet Tegenbos, wetstraatanalist, dat de afschaffing ook een capitulatie kan zijn. Sinds 1994 zijn de bevoegdheden beperkt, maar het is een ontmoetingsplaats waar de deelstaten in debat kunnen gaan met dat federale niveau. En dat zien we vandaag vaak gebeuren in overlegcomité's. Er zijn andere kwesties die interfederaal overleg vragen. Hij zegt, ja, dit was net de uitgelezen of is net de uitgelezen plek om dat debat te voeren. Ik ben het daar absoluut mee eens in de theorie. Maar spijtig genoeg zegt de praktijk iets volledig anders. Hoe komt dat? Ja. Wel, de praktijk zegt dat het heel moeilijk is in dit land, en ik betreur dat samen met velen, om in de luwte boven partijen heen een lange termijn perspectief te kunnen doen. En dat was de bedoeling altijd al van die Senaat, zeker de lange termijn. Juist. Maar nu zeker in de huidige vorm, om daar met elkaar in dialoog te gaan. Dialogen die je hier niet kan voeren. Juist. En ik stel vast dat dit spijtig genoeg niet gebeurt. Ja, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je vasthouden uit beslissingen uit het verleden. Of dan kan je proberen een democratisch deficit die er toch zou zijn, toch te institutionaliseren op een goede manier. Gelijk dat het vandaag gebeurt, stel ik gewoon vast dat dit niet goed is en dat het ook niet gebeurt. Wij maken bijvoorbeeld informatieverslagen op. Ja. Die zijn waanzinnig interessant. Dat gaat bijvoorbeeld, het laatste informatieverslag die opgemaakt is rond fake news. Waanzinnig interessant. Wordt er heel lang aan gewerkt en hard aan gewerkt door de senatoren.
Dat wordt dan neergelegd in de verschillende parlementen en men neemt het niet op. Dus men blijft ook voor een stuk te veel in de waan van de dag. Men blijft ook te weinig in zijn eigen partijpolitieke en ook in de meerderheidslogica. Wat dat ik dan bijvoorbeeld wel zie, is dat men bijvoorbeeld geen parlementaire controle heeft van een overlegcomité. Dat vind ik persoonlijk wel problematisch. Ja, want om daar het voorbeeld te geven, nu wordt in zaken corona alles beslist door dat overlegcomité, maar als Vlaams parlementslid kan je die federale minister van Volksgezondheid niet interpelleren. Inderdaad. Je zou het wel kunnen doen in een senaat zoals die. Voilà, dus dat zou perfect kunnen. En dat zijn die verschillende formules waar ik echt over wil nadenken. Want daarvoor heb je geen apart politiek instituut van senaat nodig. Ik kan perfect als Vlaams volksvertegenwoordiger afgevaardigd worden om in debat te treden met minister Van den Broeke. En daar kan het gebouw van de Senaat perfect voor dienen, uiteraard. Heel graag zelfs. Dus in die zin kan je bijna zeggen, moest de Senaat niet bestaan, we zouden hem uitvinden. Alleen werkt het niet op de huidige manier. Inderdaad, inderdaad. Ik denk dat we gewoon ook af moeten van het bicameraal systeem. Dus we hebben... Ja, dat oude. Ja, dat is eigenlijk het eerste wat we doen. Wat is daar mis mee? Want het was net de bedoeling dat er goed wordt nagedacht over wetgeving op twee tempo's. Ja, wel, daarvoor is het altijd goed om een keer naar de geschiedenis te kijken. Waarom is eigenlijk een bicameraal systeem geïnstalleerd? Dat is eigenlijk gezet, de Senaat is eigenlijk opgericht om... Vanuit, dat was toen nog de koning die toch nog een grote macht had, omdat de koning eigenlijk en de adel zijn zeggenschap zou kunnen hebben ten opzichte van de revolutionaire kamer. De kamer die uit rechtstreeks verkozenen bestond. Het volk. Het volk. En er was de vrees dat het volk te veel zou te zeggen hebben en dat natuurlijk vanuit de koning, vanuit het koningshuis en vanuit de adel, dat moest beteugeld worden. Ja, natuurlijk, anno 2022 is dit niet meer het geval. Gelukkig leven we niet meer in deze tijden. Dan heeft het ook weinig zin om dergelijk instituut in stand te houden. Maar zoals ik al zei, we hebben vandaag andere uitdagingen. We hebben bijvoorbeeld burgers die veel meer betrokken willen worden bij het politieke proces. Waarom niet nadenken aan de installatie van een burgerparlement in de gebouwen van de Senaat? Ja, over de huidige werking nu, u zei het al, er zijn 50 deelstaten-senatoren, 10 gecoopteerde. Voor de duidelijkheid nog eens, hoe werkt het juist en hoe zit het dan met de verloning? Want daar was lang veel om te doen. Ja, inderdaad. Het is heel belangrijk om dat even nog een keer te benadrukken. Dus zoals ik al zei, die 50 deelstaatssenatoren, die komen dus uit de verschillende parlementen. En die worden uit hun parlement betaald voor hun job. En die nemen eigenlijk de vergaderingen van de Senaat daarbij, zonder daar extra voor vergoed te worden. Dat is toch wel heel belangrijk om dat mee te geven. Daarnaast heb je 10 gecoopteerde senatoren. Wat zijn gecoopteerde senatoren? Dat zijn mensen die eigenlijk niet rechtstreeks verkozen zijn in een deelstaatparlement, maar die worden aangezocht door hun politieke partij om zetel te nemen in de Senaat. Voorbeelden? Bijvoorbeeld Maud van Wallegem. Maud van Wallegem vanuit CD&V is een nieuw verkozen senatrice. En zij komt ook uit het middenveld. En ik vind dat wel op zich een zeer boeiend gegeven. Maud komt uit het middenveld, kan die praktijk, kan die kennis dat zij heeft vanuit haar voorgaande jobs ook wel meegeven in de Senaat. Dat was eigenlijk de bedoeling waarom dat de gecoopteerde senatoren zijn opgericht. Er is ook zo Georges-Louis Boucher, MR-voorzitter, Bert Anciot. En die mensen worden ook voor de duidelijkheid maar half betaald. Ze worden half betaald. Dus ze krijgen de helft van een parlementaire wedde voor hun werk te doen in de Senaat. Ja. Er is dan ook de senaatsvoorzitter, wat u bent. U bent de 39ste in heel de geschiedenis van dat huis. De rol van senaatsvoorzitter, u vult dat heel actief in. We zien ook veel communicaties, er zijn veel buitenlandse contacten. In die zin, ja, men zegt soms de man of de vrouw maakt de functie. Is dit het geval hier? Wel, ik ben de jongste senaatsvoorzitter ooit. Ik ben de 39ste op mijn 39 jaar geworden. Hoe symbolisch kan het zijn? Maar doordat ik zo jong ben, bekijk ik de zaken ook met een frisse blik. En wil ik eigenlijk wat dat niet goed zit, wil ik veranderen. Wat dat juist zit, wil ik behouden. Waarmee ik bijvoorbeeld wil zeggen, ik wil niet meedoen met bepaalde politieke partijen die de Senaat willen afschaffen, omdat het voor hen de emanatie van België is. Ja. Dat vanuit aan politiek doen, vanuit een symboolpolitiek, is nooit goed. Ik doe graag vanuit de politiek, vanuit feiten, vanuit een jonge blik en vanuit realisme. En ik stel vast, met een jonge blik, dat de taken vandaag
veel te weinig zijn om die aparte instelling te verantwoorden. Dus ja, dat probeer ik dus op die manier zo in te vullen. Tweede is, zolang dat Senaat bestaat, moet ze draaien. Dat is wel, dat blijft mijn visie daarop, want wij kunnen pas die wijzigingen doen aan de Senaat in 2024. Ik weet dat veel mensen zich afvragen van waarom moet dat zo lang duren. Ja, dat is nu eenmaal onze grondwet. Er moeten daar eerst nog eens verkiezingen over kunnen gaan, alvorens we dit volledig kunnen implementeren. Maar ik vind wel dat je niet moet wachten tot 2024 om de debatten te onderhandelen. Daarom is het in mijn ogen in het verleden ook altijd al verkeerd gelopen. Men begint dan, men heeft een hele nacht onderhandeld, ik kan mij dat inbeelden. En dan, het is juist, wat gaan we doen met de Senaat? En dan maakt men daar zo'n beetje een krokodil van een akkoord. Terwijl ik eigenlijk nu al met de senatoren zelf wil praten van oké, kunnen we nu een keer een akkoord sluiten waar dat elke partij achter staat en dat uiteindelijk toch wel een zinvolle invulling geeft van het democratisch bestel van ons land. Dus ik probeer dat op die manier in te vullen. En dat is wat de afschaffing betreft. Dus in die zin gaan de senatoren in commissie aan de slag. Moeten ze samen eigenlijk zeg maar een testament schrijven? Of een, Ja, wel. Dus dat is eigenlijk een van de zaken die ik ook als senaatsvoorzitter heb geïmplementeerd. Want zoals ik al zei, ik vind ze bestaat nog, dus ze moet draaien en er moet hard gewerkt worden. Ik denk dat dat een beetje mijn West-Vlaamse roots zijn van hard er tegenin te vliegen. Dat we nu een commissie staatshervorming hebben. We hebben dat opgericht samen met de Kamer. We zijn daar al een half jaar lang keihard aan het werken om te bekijken van oké, welke bevoegdheden kunnen beter op een ander niveau uitgeoefend worden. Die commissie staatshervorming die zal ongeveer eind februari afgerond zijn. En ik wil eigenlijk kijken of dat deze commissie een vervolg kan hebben waar dat we het kunnen beginnen hebben over de afschaffing van de Senaat in deze commissie of in een aparte werkgroep. Ik ben van plan om volgende week met een nota naar de verschillende politieke partijen te stappen waarin ik die voorstellen uiteendoe. Ja. En voor de duidelijkheid, als dat zijn beslag krijgt, dan moet dat, past dat in een staatshervorming? Ja, dat past uiteraard in een staatshervorming, maar we moeten de artikelen voor herziening vatbaar verklaren in de grondwet die betrekking hebben op de Senaat. Mijn partij gaat daar ook al een eerste voorstel voor indienen. Dus dat betekent dat eigenlijk door de grondwet moet gegaan worden van kijk, dat artikel. Want de Senaat zit natuurlijk in heel veel artikelen vervat. Dus al die artikelen moeten voor herziening vatbaar verklaard worden. We moeten dat voor de verkiezingen doen en dan ook nog eenmaal na de verkiezingen. Dus we starten een traject dat nog heel veel stappen heeft te zetten. Ja, het zou wel historisch zijn, hè, want ik las dat de Senaat, je zou kunnen zeggen, is het oudste nationale parlement hier in ons land. Ik wik mijn woorden, want je hebt natuurlijk ook de steden en de raadzalen daar. Ah, juist, maar er werd in de Hollandse tijd al daar vergaderd. Ja. Dit parlement, dit gebouw bestaat nog maar 25 jaar. Ja, inderdaad. Ja. Het is, dat vind ik ook wel belangrijk om mee te geven. Het wil niet zeggen, omdat we de Senaat willen afschaffen, dat we geen respect meer moeten kunnen hebben over de geschiedenis van ons land en het hele decorum die erbij volgt. Ik ben heel trots als ik in die wandelgangen van de Senaat loop om te zien van oké, dit is ook wel een zware verantwoordelijkheid die op mijn schouders rust om in deze prachtige gebouwen mijn job te kunnen doen. Dus ik wil dat zeker ook wel nog steeds indachtig zijn in de nieuwe stappen die we gaan nemen. In die zin zou ik het woord concept Senaat kunnen blijven bestaan. De Senaat als een plek waar dingen gebeuren, valt nog te bezien? Valt nog te bezien. Ik ga op zich niet te veel voorop willen lopen. Nee. Voor mij is de inhoud belangrijker dan de naam. Dat zal pas het sluitstuk zijn wanneer dat we vooral nu met alle politieke partijen hebben samengezeten dat we tot een akkoord kunnen komen. En liefst voor 2024. Ik denk dat de politiek even boven zichzelf moet uitstijgen. Dat we nu samen aan de slag moeten gaan. Het is een vraag van heel veel burgers om te besparen. Het is een besparing op onszelf. We moeten daarin het goede voorbeeld geven. Dus ik zou zeggen, aan de slag. Over het Senaat, de laatste vraag. U zei van ja, als ik daar door die wandelgangen loop, in die wandelgangen hangen onder meer portretten van alle voorgaande senaatsvoorzitters. Ja. Zeer lange tijd, voornamelijk of enkel, waren dat de heren nu. Maar goed, kiest u zelf dan ook een portret als 39ste wanneer u afzwaait? En u zei daarover eerder, ik ben een groot bewonderaar van de kunstenaar Michael Bornemans. Ja, inderdaad, absoluut. Ja. Ik vraag mij af of dat het nog aangewezen zal zijn dat ik een portret krijg in de Senaat. Als, maar goed, het kan de laatste zijn in een mooie serie van velen. Dus we zullen zien.
Dat over de Senaat. Ik wil toch nog even met u naar uw functie hier in dit parlement als Vlaams parlementslid, lid van de Commissie Cultuur. We zagen u in december ook nog mee op een betoging van de cultuursector tegen de beperkende maatregelen die uiteindelijk door de Raad van State werden afgevoerd. Maar goed en wel, we hadden nu deze week de eerste commissiebijeenkomst van het jaar. Hoe zit het nu? Wat is de teneur in die sector? Wat zegt de politiek erover? Wel, we focussen nu een beetje op de afgelopen weken die heel turbulent zijn geweest voor de cultuursector. Maar ik wil er toch op benadrukken dat het al 2 jaar is dat die cultuursector in een heel moeilijke situatie zit. En dat zij eigenlijk constant in een ups en downs zitten van sluiting naar weer opening. Dan opening maar met beperkte maatregelen. Dus ook voor de weerbaarheid van de verschillende huizen, van de verschillende artiesten en kunstenaars, begint het heel zwaar te wegen. En dus we moeten daar vanuit de politiek blijvend oog voor hebben. Dus 1, 2. De cultuursector is natuurlijk wel geschrokken, maar weerbaar zoals ze zijn, zijn ze nu alweer volop in overleg met de politiek. Iets wat ik ook heel fel gevraagd heb op het moment van de beslissing van het overlegcomité zelf, heb ik s'avonds nog, het was eigenlijk al nacht, tijdens de begrotingsbesprekingen, de minister-president aangeroepen of opgeroepen om zoveel mogelijk in overleg met die sector te gaan. Omdat als er iemand weet hoe zij manifestaties, hoe zij voorstellingen, evenementen goed kunnen organiseren, dan is het wel de cultuur- en de evenementensector. Dus ik begrijp dat men nu volop in overleg is, dat men ook nadenkt over een lange termijn perspectief, dat we niet constant elke maand weer opnieuw maatregelen moeten hebben, maar dat we kunnen zeggen, kijk, in de lange periode van pandemie, waar dat we spijtig genoeg nog wel mee zullen geconfronteerd worden, kunnen we op dit niveau open blijven. Die gesprekken zijn momenteel gaande. Ik hoor dat die gesprekken voorspoedig lopen. Men denkt aan een cultuurbarometer, aan een coronabarometer, waarin dat afhankelijk van de aantal besmettingen zouden zijn dat we dan naar een strenger of een lichter mogelijkheden van opening zouden kunnen gaan. Dus momenteel is het work in progress, maar ik ben al heel blij dat de sector volop betrokken wordt in het verhaal en in de besluitvorming. En die barometer zou gelden voor alle maatschappelijke geledingen, dat ja, de zaken, de maatregelen iets meer voorspelbaar zijn op basis van de coronacijfers. Bij cultuur bijvoorbeeld, zal er dan gekeken worden niet naar het aantal mensen, maar naar de capaciteit van de zalen bijvoorbeeld waarover spraken? Ja. Wel, dat is een van de vragen van de sector. Hè. Men zou natuurlijk ook kijken naar proportionaliteit. En dat was natuurlijk wat dat bij de Raad van State helemaal aangetoond heeft, dat het disproportioneel was. Ja. Hè. Je kon perfect met 200 mensen in een cultuurcafé zitten zonder mondmasker, maar de zaal ernaast kon je niet naast elkaar zitten met een mondmasker en met telkens een stoel tussen. Ja, dit krijg je na een tijdje niet meer uitgelegd. Dus dergelijke zaken moeten we één voor één in de praktijk gaan bekijken en inderdaad rekening houden met de grootte van de zaal, met proportionaliteit. Die protocollen, die liggen er eigenlijk. Ja. Hè? De zogenaamde CIRM en CERM, nu word ik even technisch. Ja, dan is het kwestie van wanneer kunnen die protocollen in werking gezet worden, vanaf welke besmettingscijfers. De partij Groen riep deze week of legde deze week zelf een globaal plan op tafel. Ja. Met daarin onder meer een annulatiedekking voor kunstenaars. Ook een stuk oog hebben voor mentale ondersteuning. Mm-hmm. En zo meer. Ze leggen dat op tafel van de regering. Valt er iets te zeggen voor dat plan? Ik heb het gisteravond doorgenomen. Ja. Er zitten heel veel positieve elementen in het voorstel van resolutie die neergelegd is. Ik heb ook begrepen dat het in samenspraak is met een deel van de sector, wat dat altijd goed is. Maar we zullen moeten kijken natuurlijk van wat dat realistisch is en van wat dat er vandaag ook al bestaat. Er bestaan ook vandaag nog steeds de federale ondersteuningsmechanismen. Er bestaat nog steeds de ondersteuningsmechanismen van Vlaio. Dus we moeten goed kijken waar zitten momenteel nog de gaten in het systeem die moeten gedicht worden. En ik denk dan aan 2. Enerzijds hoor ik dat bijvoorbeeld culturele centra de aankoopsommen niet meer zouden terugbetalen in geval van annulatie. Ik vond dat eigenlijk chockerend, dergelijke vaststelling. Dus ik heb vanmorgen ook aan de minister-president gevraagd dit verder te onderzoeken. En indien mogelijk daar ook dan met de culturele centra voor aan tafel te gaan zitten, dat men toch op zijn minst die aankoopsommen terug gaat betalen in geval van annulatie. Dat is 1. En 2, iets waar ik al heel lang op duid, is die zogenaamde kwetsbare derde. Heel veel van onze culturele instellingen, of van onze artiesten eerder gezegd, die zijn zelfstandig.
die hebben geen VZW die overheidssubsidies krijgt. Ik denk dan aan bijvoorbeeld een Astrid Stockman, hè, onze fantastische sopraan. Zij is zelfstandig. Zij zegt mij, Stefanie, mijn programmaboekje voor de komende maanden is volledig leeg. Maar uiteraard, en dat is al de afgelopen 2 jaar zo, maar uiteraard heeft zij ook haar blijvende kosten. En als zelfstandige val je dan heel vaak tussen de mazen van het net. Ja, want grote cultuurhuizen hebben hun subsidies. Hè? Die hebben inderdaad hun subsidies. Ik wil dat voor een stuk ook wel nuanceren. De grotere huizen, en gelukkig maar, en dus iets wat dat ik ook met mijn partij heel vaak vraag, is dat men niet alleen investeert of dat men niet alleen inzet op subsidies als huis, maar dat men ook zorgt voor eigen inkomsten, heet dat dan. Hè? En dat is dan bijvoorbeeld ticketverkoop, ja, en zo meer. Dat is natuurlijk voor de grote huizen ook wel weggevallen. Dus we mogen er niet zomaar van uitgaan van die worden 100% gesubsidieerd, die zijn safe. Dat is het ook niet, maar het beeld daar is genuanceerder dan in het geval van bijvoorbeeld een zelfstandige kunstenaar. Ja. Minister-president Jan Bon, die ook cultuurminister is, u had hem net in de commissie, lag al niet zo goed in de sector, goed, maar dan nu was er, of waren er die beslissingen van het overlegcomité die disproportioneel waren volgens de sector en dus blijkbaar ook volgens de Raad van State. En nadien was hij nogal afwezig in het maatschappelijk debat erover. Heeft hij dit verkeerd aangepakt de voorbije maand? Wel, voor te beginnen vind ik dat de beslissingen van het overlegcomité collectief zijn. En je kan daar niet volledig de pijlen richten op de minister van Cultuur. Dit is een beslissing die genomen is met alle politieke partijen aan tafel en ook de mijne. Dus ik vind dat je daar als politiek ook eerlijk in moet zijn en ook voor een stuk de hand in eigen boezem steken en voor een stuk ook beseffen van we hebben toen met z'n allen een collectieve vergissing gemaakt en goed dat die achteraf dan ook is rechtgezet. Twee, wat de zogenaamde afwezigheid van minister Jan Bon betreft, ik vind dat moeilijk om te beoordelen vanuit de zijkant. Ik weet niet, volgens wat ik verneem, zit hij en zijn kabinet actief samen met de cultuursector. Omdat minister Jan Bon misschien niet in de pers is verschenen, want dat heb ik ook opgemerkt dat hij in de kerstvakantie niet in de pers aanwezig was, wil daarom niet zeggen dat hij er niet was voor de cultuursector. Dus ik wil daar eigenlijk geen steen werpen. Ja, toch wat nuance daar. Ja. Onze tijd zit erop, mevrouw Doos. Bedankt voor dit gesprek over de cultuursector en de toekomst van de Senaat. Heel graag gedaan. U ook, beste kijker. Fijn dat u bij ons was. En daarmee heeft u het eerste gesprek van 2022 gehad. Volgende week zijn we er opnieuw. Heel graag. Tot dan.